Vanavond 8 oktober, een belangrijke avond voor de plaatselijke VVD. Zoals u in de media heeft kunnen lezen en op RTV heeft kunnen zien, is het vanavond Henk van der Meen of Wiebe de Boer. Daar wordt vanavond over gestemd in een ledenvergadering alleen voor leden van de VVD. We gaan kijken of een aantal leden kunnen vragen of ze van tevoren al een mening hebben. Dus ik zou zeggen, blijf erbij, want het is bovenop het nieuws. Goedenavond. 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 Hallo. Hallo. Hey, wie ben jij? Hoi. Hallo. Prettige avond. Good evening. Heren. Wordt het Wiebe of wordt het Henk? Wat mij betreft Henk. En waarom? Ja, ik vind dat je op een gegeven moment zo goed doet en je staat bovenaan. Waarom zou je er weer moeten? Kun je een beetje zijn gevoelens delen? Helemaal, ja. Maar er zijn veel mensen die tegen Henk zijn. Ja, we hebben altijd mensen die overal tegen zijn. Anders had bijvoorbeeld maar één VVD of één CDA, dus dat maakt niet uit. Jij vindt Henk is de VVD? Ik vind dat Henk het heel goed doet. Dus. Succes vanavond. Ja. Okay. Leuk dat je ook bij de VVD wil komen, denk ik. Ben jij Henk of ben jij voor Wiebe? Laat ik eerst het verhaal even afwachten vanavond. Ik denk dat we vanavond tekst en uitleg krijgen. En kijk, wat er ook uitkomt, het heeft alleen verliezers. Laten we er kort over zijn. Dit is gewoon niet fijn wat er gebeurt. Je bent niet nu al dat je zegt van, goh, mijn voorkeur gaat toch een beetje uit naar die of naar die? Nou, nee, ik wacht het verhaal even af. En dan kan ik me objectief een beeld vormen. En dan zullen we kijken. Maar wat ik al zeg, wat er ook uit gaat komen, verliezers heeft het altijd. Dat is natuurlijk heel jammer. Oké, okay, succes vanavond. Dank je. Komt u voor de VVD-vergadering, meneer? Ja, ja. Heeft u al een voorkeur? Wordt het Wiebe of wordt het Henk? Nou, dat laat ik eens even op me afkomen. Nog niet echt een... Nee, eerst maar eens even kijken wat er allemaal boven water komt. Terwijl de deuren worden gesloten, gaat de vergadering van de VVD beginnen. En wordt er dus zo dadelijk gestemd, wordt het Wiebe de Boer of wordt het Henk van der Meen? Wie wordt of blijft de fractievoorzitter? Het zal een spannende aangelegenheid worden. Er zitten mensen waarvan ik het vermoeden heb dat ze voor Henk zijn, maar ook een aantal voor Wiebe. Ik zou zeggen, volg de media en u weet ongetwijfeld vanaf morgen al, dinsdag, wie... Er heeft gewonnen, maar het algemene beeld is wel dat hier alleen maar verliezers zijn. RTV Bunschoten vanuit de Mandenmaker. Maarten van der Molen, cameraman Jaap Bunk.